En mijn eerste gast is Jan Versteeg. Die komt naast mij zitten. Hallo. 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 Want Jan Versteeg, die, moet ik eerlijk zeggen, die bewonderde ik wel erg. Ik heb hem bij de Slimste Mens gezien. En was enorm televisioniek en ook bij de Wereldwijd Door. Maar vorig jaar, toen presenteerde ik het COC Songfestival. Dat is alweer een jaar geleden. En toen interviewde jij mij ook. Mag ik even met de vingercamera even kijken hoe de vingercamera het doet. Lekker dichtbij ook. Ja, lekker dichtbij. Ja. Dat heb ik met André van Duin ook gedaan. Dan zie je heel goede ogen. En je baard had je vroeger niet. Had vorig jaar nog niet zo'n lange baard, nee. Maar een kleine. Ja, een klein baardje, maar niet iets groter baard. Je hebt wel veel haar. Nee, kijk, dat houdt hier direct weer op. Dus, oh! Dit is eigenlijk een beetje nep. Ja, het is niet nep, het is wel echt. Maar dan zeggen mensen, oh, je hebt heel veel borsthaar. En dan zeg ik, nee hoor, ik heb eigenlijk heel weinig borsthaar. Ja, dit is ook een beetje pluizig haar. Ja, het is een beetje pluizig borsthaar. Ik wil niet zeggen schaamhaar, maar het zou het wel kunnen zijn. Maar je bent er wel trots op. Heel trots op. Ja. Ja, wij Verstegen, wij hebben niet zoveel borsthaar. We hebben sowieso niet zoveel haar. Mijn vader heeft niet echt een baard, mijn broertje heeft geen baard. Dus ik dacht, het haar wat ik heb, dat laat ik ook gewoon een beetje zien. Ja. Nou, dan ben ik weer klaar met de vingercamera. Maar wij Verstegen, want wat voor familie is dat dan, de Verstegens? Wat voor familie is het? Nou, het is eigenlijk, ik hoor er eigenlijk niet echt bij. Oh, god. Ja, want ik heb als enige geen universitaire studie afgemaakt. Dus dat maakt mij een beetje het zwarte schaap van de familie. En waarom heb je dat niet gedaan dan? Want ze zetten jullie wel onder druk waarschijnlijk. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ze zijn lang blij dat ik een diploma heb gehaald na mijn zwemdiploma. Waarom niet? Want ze hadden ook helemaal geen hoop dat je ooit een diploma zou hebben. Weinig, denk ik. Heel weinig. Maar dat voel je dan als kind dan toch ook wel, dat je niet voor vol wordt aangezien? Jawel, ik ben zeker altijd voor... We altijd voor vol aanzien. Misschien wel zelfs overvol. Oh. Maar waarom? Ja, ik ben met verven van het VWO afgeschopt. Wegens niet komen, niet leren... Ik vond het middelbare school niet zo interessant. Sowieso vond ik leren niet zo interessant. Ik had ook op het hbo de grootste moeite om mij in te zetten. Maar dat werd door je ouders wel geaccepteerd dan, dat je het niet interessant vond? Nou, uiteindelijk zei ze, nou, maak nou in godsnaam iets af. Mag maar iets doen op het hbo wat je dan leuk lijkt. Nou, dan ben je gymleraar geworden. Ik hield heel erg van sporten. Zei ze, nou, ga maar dat lekker doen. Maak het alsjeblieft af. En ga daarna maar doen met je leven wat je wilt. Ja. En eigenlijk zijn ze, toen ik eenmaal dat diploma had, zijn ze heel blij. Ja, want en toen heb je ook gedaan met je leven wat je wilde. Nou, je hebt verschillende gedaan, maar tussen het Po-nieuws heb je gedaan. En BNN spuiten en slikken. En overal. Maar wat was het eerste wat je bij de televisie deed? Het eerste was voor RTV Rijnmond. Ja. Daar maakte ik een jongerenprogramma en dan gingen we naar een hardcore feest en dan gingen we weer naar een kunstenaar toe. En dat was heel leuk, ja, eigenlijk. En toen dacht ik, ja, dit moet ik doen. En hoe ben je dan bij Pau Nieuws gekomen? Nou, ik stond Pau Nieuws. Pau Nieuws. Ik stond voor de klas als gymjuf en dat was verschrikkelijk. Gymjuf? Chef trefbal. Ik vond het niet zo leuk. Je vond je echt een juf? Ja, ik vond het wel een beetje een juf. Nou, het voelde me eigenlijk een beetje een jukebox. Dat je geen homo bent, hè? Nee, van huis nou uit. Nog niet, hè? Je weet, nee. Ik ben pas een paar jaar uit de kast als hetero, dus het is nog wennen. Maar daarvoor was je altijd wel homo. Nee, ik ben geen homo. Terwijl mijn ouders wel... Dat hoopte. Nou, nee, die zei op mijn 15e, Jan, kom eens even zitten. En toen kwam ze gesprek en zei ik, langzaam daagde mij, dat ik, maar jullie denken toch niet dat ik homo ben? Zei moeder, nou, misschien weet je het nog niet, maar op de dag dat je het weet, dan zullen wij er voor je zijn. Dit is ook wel mooi, ja. Het is een homozender, dat heel veel ouders daar wat van kunnen leren. Ja, want ik ben nou geen homo, maar stel dat ik het wel was geweest, was perfect geweest. Dan had ik gewoon kunnen zeggen, ja, dat klopt. En dan was er niks aan de hand. Nee, en nu ben je voor straf geen homo geworden, omdat je ouders het wilden. Om ze even goed te pesten. Ja, ik viel eigenlijk op jongens, maar toen dacht ik, nee. Nou, jullie willen dit te graag, je moet ze nooit geven wat ze willen. Maar je noemt jezelf wel een gymjuf. Ja, een beetje gekscherend. Ja, maar dat is toch altijd iets. Het is nooit helemaal gekscherend. Je voelde je ook wel een juf dan. Dat je, nou, misschien dat je kinderen onder controle moest hebben. Dat je moest zeggen van, dit mag niet en dit mag wel. Terwijl je als man, als echte man, dacht je mag alles. En dan voel je juf, dat associeer je met regels. Nou, ik wil dit zelf niet zeggen, maar dit is precies. Dit is precies wat er aan de hand was. Ja. Ja, daardoor ging juf.
Ja, geen juf. En toen, maar dat beviel op een gegeven moment niet zeker? Ja, dat beviel eigenlijk helemaal niet. Vanaf het begin al niet. Vanaf het begin of niet, maar dat is toch zwaar dan? Ja, maar ja, daarom heb ik uiteindelijk ook een brief geschreven naar Rutger Kastricum. Oh, ja. Van, Rutger, we hebben allebei bij Rijnmond gezeten. Ik heb geen showreel, ik heb niks om te laten zien. Maar ik denk wel dat ik bijzonder geschikt ben om verslaggever bij jullie te worden. Ja. En dat geloof je natuurlijk niet. Dus het beste wat jij kunt doen is mij uitnodigen voor een kopje koffie. Ja. En dan zou ik je overtuigen. Nou, en vanaf daar ging het rollen. En toen dacht ik, oh, wat slim dat ik een brief geschreven heb. Tot ik bij Ponyoes werkte en zag dat er iedere dag 10 van die brieven binnenkwamen. Oh. Dus waarom mijn brief daar dan iets uit heeft gemaakt, weet ik niet. Stoot je hoofd. Ja, dat geeft het. Zit mijn haar nog goed? Ja, het zit prima. Mooi haar. Zal ik hem nog even laten zien? Ja, ja. Ook. Want het is ook, wat zit er wel gel in? Nee, er zit niks in. Nee. Ik heb het al een paar dagen niet gewassen, misschien is dat het. Ja, dat ruikt je niet in ieder geval. waarom wilde je juist bij Ponyoes komen dan? Dat... Want je kende Rutger dus van Radio Rijnmond. Kennen is een groot woord. Hij heeft les gehad van Frans Bromet nog ook. Rutger wel. Nee, Rutger wel. Ja. Dus daardoor heeft hij ook leren interviewen wel, zeg maar. Ja. Maar waarom juist bij Ponyoes? Nee, ik vond op dat moment Ponyoes vervulde wel een soort nieuwe soort televisie. Ze zijn natuurlijk net gestopt met het dagelijks Ponyoes. Ja. Een nieuw soort televisie. Het was om te lachen. Er werden grapjes gemaakt. Maar je mocht ook af en toe wel, als iemand iets verkeerd deed, mocht je er ook wat van zeggen. Ja. En, weet je, als een politicus wat fout doet, dan gaan de verslaggevers van de reguliere media gaan daar heel voorzichtig mee om. Ja, u heeft het toch wel gedaan, niet zo goed. Maar u krijgt wel alle ruimte om te ventileren waarom u vindt dat u het eigenlijk wel goed heeft gedaan. Ja. En bij Ponyoes is het, nee, u hebt het gewoon niet goed gedaan. En totdat u dat gewoon eventjes toegeeft, want u bent een gekozen persoon, dus u mag dat best toegeven als u fout heeft gedaan. Dat vond ik leuk. Ja, dat is wel leuk. En dat hebben de politici ook erkend. Bij een van de laatste uitzendingen van Ponyoes, dan zag je ze ineens allemaal heel positief over Ponyoes. Ja, omdat praten. Ze stopten waarschijnlijk. Dus, oh, ja. Nou zijn we wel, oh ja, heel leuk dat jullie er waren. En dat het zoveel, dat zo vernieuwend was. Ja. En zo. Want je hebt ook Jorritsma achtervolgd, hè? Ja, ik heb ook een keer Jorritsma achtervolgd, maar die weigerde gewoon met mij te praten. Omdat ik van Ponyoes was. Oh ja, maar niet als mens. Nee, ik denk niet als mens. Mevrouw Jorritsma, als u kijkt, als u mij als mens niet mag, dan kunnen we het daar misschien een keer over hebben. Ja. Want wat zou je er dan aan doen om haar zover te krijgen dat ze jou als mens wel zou mogen? Nou, misschien kan ik een keer voor haar koken. Ja. Ze lijkt me iemand die erg van eten houdt. Oh, ja. En zij kan mij misschien het prachtige Almere laten zien. Ja. Toch een van de mooiste steden aanbod. Van Nederland. Want zij is heel aardig. Ik ken haar ook wel. Ze is de buurvrouw van Tineke Schouten. Nou. Heb je Tineke Schouten wel eens gezien? Ja, nou, niet ja, op televisie. Ze kreeg een hele goede recensie trouwens in de Volkskrant van Patrick van Hanenberg. Wat heel uniek is. Ja. Want dat is... Daar hebben de mensen een vooroordeel. Zoals Ponyoes hebben de mensen een vooroordeel bij. En bij Tineke Schouten ook. En vroeger bij André van Duin ook. Ja. Maar dat moet je tegengaan ook. Hè? Ja. En iedere show moet natuurlijk opnieuw beoordeeld worden. Ja, precies. Vind ik ook. Nou, jij zegt... Laten we ons daar hard van maken. Ja, daar gaan we ons hard van maken. En waarom heb ik eigenlijk helemaal niks te drinken? Jij hebt wel wat te drinken en ik heb helemaal niks te drinken. Waarom is mijn drinken op? Waarom heb ik geen nieuw drinken nog? Oh ja, dat wordt zo gehaald. 1 witte wijn en 1 spaarrood. maar je bent dus daar terechtgekomen bij Ponyoes. En hoe reageerde je omgeving? Want het was in die tijd, toen het begon... Nou, dat kon toen helemaal niet. Nee. Nee, mijn omgeving eigenlijk... de school waar ik werkte reageerde niet zo positief. Oh, toen werkte je nog op school? Nee, ja, toen ik zei ik ga stoppen, want ik heb een nieuwe baan. Zei ze, oh leuk, welke school ga je dan naartoe? Ja. Zei ik, nou, ik ga naar Pound. Oh, welke school is dat? Ik zei, nou, dat is een omroep. oké. Je weet wel dat je 3 maanden opzegtermijn hebt? Ik zei, ja, dat weet ik. Maar ik bel je... Dat was de directeur. Ik bel je over een uurtje terug. Oké, okay, die belde 20 minuten later terug. Ja, we hebben toch besloten om maar van die 3 maanden af te zien. Oh. Ik denk dat ze dat imagotechnisch niet zo heel handig vonden. Het was een christelijke middelbare school. Oh. En dan een poontverslaggever. Ik weet niet of ze dat heel leuk vonden. Ach, en het was een... Maar waarom christelijk? Ben je zelf christelijk ook van huis uit? Nee. Maar je werd wel aangenomen? Ja hoor, ja, als je niet te veel vloekt, dan is dat natuurlijk geen probleem. Nee. Ik bedoel, en als je, we moesten wel af en toe, 's ochtends moest je iets, de dagopening heette dat dan. En dan moest je voorlezen, een stukje tekst geënt op jongeren. Ja, uit een soort, een krantje hadden ze dan, iedere dag had je een tekst. Maar dat deed ik dan nooit zelf, liet ik altijd geen doen die als laatste binnenkwam.
Ach, oh, ja, voor straf. Nou, niet voor straf, dan hoef ik het zelf niet te doen. Vond ik dan ook, vind ik dan ook niet, als je dan zelf niet gelooft, vind ik dan een beetje zo dwepen met de woorden die voor andere mensen misschien heel belangrijk zijn, vind ik dat ook niet. Nee, dat is waar, want je hebt nooit geloofd eigenlijk. Nou, ik ben wel gedoopt. Oh, dat... Ik ben gedoopt, ik heb zelfs... Als wat? Als mens ben ik gedoopt. Ja, maar dan ben je toch ook van hervormd? Nee, dan ben je katholiek. Oh, katholiek. Katholiek, ja. Oh, katholiek is altijd dopen. Ben je altijd katholiek? Ja, ik heb er helemaal geen verstand. Dopen en hosties eten, dat is eigenlijk katholiek. Katholiek. Ja, en biechten, en is allemaal goed. Ja. Dus ik heb... Kijk eens wat er komt. Oh, lekker! Oh, dit is voor mij! Proost, hè? Ja, proost. Wat een service hebben we. Bij de publieke omroep hebben ze veel meer mensen, maar dan krijg je dat niet. Nee, nee, dan mag je ook nooit drinken in beeld. Maar ik heb... Zelfs communie gedaan. Ik heb vormsel gedaan. Maar dan ga je er ook vanuit eigenlijk, als je gedoopt wordt, dat je ook wel een beetje katholiek bent. Weinig. Ja, katholiek drinken wijn. Dus daar ben ik dan wel van. Maar voor de rest heel weinig katholiek. Nee, ik geloof eigenlijk in niks. Ik denk gewoon, kijk, als mijn goudvis doodgaat, dan gaat die toilet in. En dan is het klaar voor de goudvis. En ik denk, als ik doodga, nou ga ik hopelijk niet toilet in. Maar dan is het wel gewoon afgelopen. Ik denk niet dat het dan nog ergens een nirwana is. En zou je het dan leuk vinden als het ineens niet afgelopen is? Dus dat je bijvoorbeeld ineens in de hel komt of zo? Nou, ik denk niet dat ik veel kans maak op een plek in de hemel. Jawel. Nou, dat denk ik niet. Maar waarom denk je niet in de hemel? Dan heb je zoveel fouten gedaan. Nou, ik doe niet echt dingen goed voor mensen. Toch? Nee. Waarom niet? Ja, het is niet bewust, maar ik met de televisie die ik maak help ik niet echt mensen. Nou, je maakt mensen toch vrolijk en... En bij de slimste mens was je toch... Want hoe lang heb je daar niet in gezeten? 8 afleveringen. Nou, dat is toch heel lang. Ja, mag je dan naar de hemel? Ja, dan mag je naar de hemel. Want je kwam ook heel ontspannen over. Ook heel televisiegeniek, vond ik. Dus ik dacht meteen, die moet een talkshow krijgen. Een eigen talkshow? Een eigen talkshow. Ja, daar ben ik ook wel voor. Ze zijn altijd zo langzaam met mensen te ontdekken. Ik ben er altijd heel snel in. Ik heb heel veel mensen ontdekt. Omdat ik meteen zie waar de kracht zit. En jij bent heel televisiegeniek. Je bent daar... En bovendien heb je ook, zoals vroeger bij de VPRO, wat ik ook vroeger gedaan heb, de grenzen opzoeken. Dat is heel belangrijk. Maar zou je dat leuk vinden? Ja, zou ik wel heel leuk vinden, ja. Ik weet niet of ik het nu al zou kunnen, echt. Maar goed, heeft natuurlijk een oog... Nee, wilde ik even zien. Als je eerst je zegt en dan u zegt, mensen denken, nee, zeg maar je. Ja, En mag je gelijk tutoyeren. Je hebt natuurlijk oog voor talent. 2015 wordt jouw jaar. Is dat een voorspelling? Ja, dat is een voorspelling. Oké. Maar goed, en hoe was het dan bij de slimste mens? Dat was heel leuk, maar ik had eigenlijk niet echt gedacht dat ik het zo ver zou halen. Want ik acht mezelf niet bijzonder intelligent. Ook niet heel dom. Nee. Maar de slimste mens heeft natuurlijk niks te maken met hoe intelligent je bent. Het heeft te maken met heel veel loze feitjes in je hoofd opslaan die je kunnen reproduceren. Ja, en gokken. En goed gokken. En op tijd passen. Want af en toe zie je mensen heel lang secondes weg laten tikken omdat ze nadenken als je iets niet weet. En hoe is het nou met spuiten en slikken? Want dat doe je dan ook. Gaat heel goed. We gaan 5 januari weer beginnen met het opnemen. Oh. En 3 februari zijn we weer terug op televisie. En we gaan van de zondag nu naar de dinsdag. Ach, en is dat een vooruitgang? Je zou kunnen zeggen, het is geen weekend meer op zondag, op dinsdag. Nee. Maar ja, op zondag is ook natuurlijk, de maandag komt er dan aan. Ja. Dus in principe maakt dat niet heel veel uit. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel een leuk iets. Dat is voor het eerst dat het programma verhuist, volgens mij. Ja, en spuiten en slikken, dan moet je zelf ook spuiten en slikken. Ja. Maar wat heb je allemaal geslikt dan in totaal? Ecstasy, Ritalin, 4FMP, dat is weer een designer dingetje. Speed, cocaïne, wiet. Nou, dan zijn we al een heel eind. Ja, ja. Menigeen thuis heeft dat nooit zo door elkaar geslikt. Nee, maar is werk, hè? Geslikt. Het is allemaal werk. Ja, en merk je er wat van ook? Ja. Nee, nu of op dat moment? Nee, op dat moment. Ja, tuurlijk. Die drugs hebben wel een uitwerking. Ja. Dan is het soms wel moeilijk om nog een beetje normaal je werk te doen. Ja. Als je natuurlijk een ecstasypil naar binnen gooit en je moet nog even een leuk tekstje opnemen, terwijl je eigenlijk helemaal van de wereld bent, dat is best lastig. En weet je altijd wel goed dat je goede ecstasy hebt? Ja, alle drugs en spuitenslikken wordt getest voordat we het nemen. En er is altijd een medisch team bij. Die zie je natuurlijk nooit, maar die zijn er altijd. Dus als er iets misgaat, dan is het, die hebben dan een hartmonitor, weet ik het wat allemaal. Dat is allemaal heel veilig. Want we propageren ook geen drugsgebruik. Het is alleen, als mensen gebruiken het toch, dan kun je ze beter een beetje voorlichting geven. Maar jij zegt het is heel veilig, maar ze hebben die apparatuur wel aanwezig. Ja. Dus voor het geval dat. Ja, je weet nooit hoe bijvoorbeeld je lichaam reageert als je een lijn speed naar binnen werkt. Misschien slaat je hart wel op hol. Of, ja.
of word je misselijk, of word je een beetje angstig. Dan is het een heel fijn idee dat iemand bij is die precies weet wat hij dan moet doen. Maar je kan het dus wel allemaal aan dan, hè? Ja. Je bent wel echt een machine, hè? Echt een machine. Je bent stabiel. En wat vinden je ouders? Weten zij het ook? Ja, ze zien op televisie natuurlijk dat je het allemaal spuiten en slikken doet. Maar wat vinden zij daar dan van? Nou, mijn moeder kijkt eigenlijk geen spuiten en slikken. Zegt ze, zo wil ik je niet zien. Oh. Maar ze vindt het wel, ze is wel gewoon... Vindt het wel ontroerend. Ja, hè? Ja, maar ze vindt het wel heel leuk wat voor werk ik doe en dat ik het zelf zo leuk vind. Mijn moeder zegt altijd, als jij gelukkig bent, volgens mij is dat moeders eigen, dan ben ik het ook. Ja. En mijn vader kijkt het wel en die moet af en toe heel hard om lachen en af en toe zegt hij, nou, moet dat nou? Ja, en dan zegt hij later tegen zijn vrouw, was het toch maar een homo geworden. Ja, ik weet, dat zou wel minder erg zijn, ja. Dat is, ja, dan drugs gebruiken op televisie. Ja. Ja, maar dan zouden ze zeggen, hadden we altijd al gezegd, hè. Zie je wel, ik had toch gezegd, ja. Toch homo. Dus ik durf het nou ook niet meer te vertellen. Maar heb je ook geen homoseksuele ervaringen gehad? Jawel, jawel. Ik heb een keer met een jongen gezoend. Oh, gezoend alleen? Ja, alleen gezoend. Maar wel getonkt ook. Ja, maar flink ook. Ja, ja. Nee, ik woonde in Den Haag en ik ben naar een homokroeg in Leiden gegaan. Omdat ik dacht, als je niet weet waar je het over hebt, dan weet je ook nooit of het je ding is of niet. Nee. Dus toen ben ik naar de kroeg gegaan, ben ik aan de bar, gewoon een beetje bier gaan staan. En toen zag ik bij hem de jongen en dacht ik, nou, je kunt wel zeggen wie iemand mooi is of niet. Ja. Vond ik een hele mooie jongen. En we raakten aan de praat en op een gegeven moment zoende hij mij. En toen dacht ik eerst, oh, wat gek, een veel hardere tong. Een man, zoals een kat een veel hardere tong heeft dan een mens. Dit was een veel ruwere tong dan in vrouwentongen gewend was. En toen stond zo, en hij had ook een beetje een baardje. Dus ik vond het heel raar dat hij stoppels zo, ja. Stoppels zo voelde. En toen heb ik zo na een minuutje gezegd, zeg, sorry, maar ik moet je wat zeggen, ik ben eigenlijk helemaal geen homo. En toen dacht ik, nou wordt hij heel boos. En toen zei hij helemaal, nou mooi is dat. Zeg ik, ja, maar we kunnen wel gewoon... Ik zeg, ik wil het gewoon een keer proberen. We kunnen wel gewoon bier gaan drinken nu. Zij is goed. Toen zijn we heel erg dronken geworden. En ik heb zijn nummer niet, ik heb zijn naam niet gevraagd... maar ik heb wel een fantastische avond gehad. We heel erg gelachen. Dus ben jij deze jongeman? Ja. Ik vond het te gek. Dankjewel. Maar je hebt niet bij je geslapen? Nee. Ik heb de nachttrein teruggepakt, ja. Ach, de nachttrein terug. Maar wel toch nog wel met mooie herinneringen. Zeker. Ja. Zeker. En ik zou ook iedere man aanraden om dat een keer te doen. Ja. Waarom niet? Het lijkt me ook zo mooi als je zo in de trein zit en je denkt dan... The song is ended, but the melody lingers on. Zou dat je gewoon nog zo een beetje... Ja. Je raadt dus elke man het aan. Ja, waarom niet? Ja, je weet, misschien zijn er een heleboel mannen in Nederland... die eigenlijk helemaal niet weten. Wel echt die denken, omdat ze niets anders kennen. Oh, ik val op vrouwen. Maar misschien als ze een keer met een man zoenen, dat ze denken... Hey... Ja. Ik val eigenlijk een beetje op mannen of op allebei. En als je dan getrouwd bent en kinderen, dat is helemaal niet erg. Nee, dat is toch helemaal niet erg? Je kan het oplossen. Kijk, dan moet je misschien uit elkaar, maar dat is toch ook niet erg? Nee. Ik bedoel, zijn vrijwel alle huwelijken falen tegenwoordig. Ja, dus om. Ik geloof dat 1 op de 3 huwelijken redt het nog maar. Nee, en dan heb je ook een duidelijke reden waarom het faalt. Ja, dan kun je zeggen, liever, het ligt niet aan jou. Ja. Het ligt niet aan je met een fantastische vrouw. Kijk, het ligt natuurlijk wel misschien aan 1 van de 2, maar ja, dan kun je dat eigenlijk niet zeggen. Nee, dan kan je gewoon zeggen, ik heb nou een man ontmoet. En, dus het ligt aan die man. Binnen een klein beetje. Of aan mezelf. Of aan jezelf. Ja, altijd zeggen, het ligt aan mij, niet aan jou. Ja. Nou, wat mooi. Wat een heerlijk gesprek. En wat ook voor mensen die thuis zitten fijn om te horen. Dat je je niet vast hoeft te leggen. Dat je gewoon de grenzen op moet zoeken. En maar met de drugs moet je wel voorzichtig zijn. Altijd met drugs heel voorzichtig zijn. Ja. Gebruik ook alleen als je dat zelf wil. En laat het eerst ook eventjes testen. Dat is wel belangrijk. Ja. Want er is nu van de witte heroïne, zeg maar. Is nu, ja. Je ziet die overal borden, ook in Amsterdam. Die is in omloop. En er zijn vervuilde ecstasypillen die in omloop zijn. Dus laat het nou even testen. Het is wel een beetje werk, maar dan heb je daarna een veel leukere avond. Ja, precies. En ook dat je wel de grenzen opzoekt, maar dat je ook wel in de gaten houdt als je met iemand kust of het gefilmd wordt. Hè? Ja, dat is wel handig. Want je hebt ook wel eens... Sommige hoerenjongens die dan mensen verleiden voor een uitzending. Ja, dat is... Daar moet je ook wel voor oppassen. Er is een burgemeester, hè, die daarin getrapt is. Ja. Ja, ik denk dan, laat die man lekker. Ik bedoel, is het dan nieuws omdat die man ouder is en die jongen jonger? Is dat het dan? Ja. Als ik zo oud was als Onno Hoes en een 20-jarig meisje zou nog met mij willen kussen... Ja. Weet ik niet of ik daar niet ook gewoon ja tegen zou zeggen. En zou ik ook zeggen, wat heb je een leuke pijpmond? Kijk, als ze dat heeft, kun je dat misschien gewoon benoemen. Maar als je burgemeester bent ook. Ja,
Ja, hij zit daar natuurlijk niet als burgemeester. Nee, maar je bent altijd burgemeester. Dus net als badmeester, hè? Je bent 24 uur per dag. Of gymjuf. Gymjuf, ja. Nou, dat ben je niet 24 uur per dag, hoor. Dat ben je 7 uur per dag en daarna ben je dat absoluut niet meer. Ik had wel gehad als ik de school uitliep en dan, meneer, mag ik nog wat vragen? Nee. Ik ben hier morgen weer om 7:50, dan mag je wat vragen. Oh, nou, dat is heel goed. Ja. Dat is heel streng. Nou, dat vind ik ook een goed slot van het gesprek. Nou, ik ook. Ik vind het een heel goed slot. En laat je het weten als je dan je talkshow... Als ik een talkshow krijg, dan bel ik direct en dan ben je de eerste gast. Ik ga het in ieder geval stimuleren. En ik ga overschakelen naar Dominic Gerwaert om te vragen of hij daar commentaar op heeft. Ik hoorde ondertussen ook alweer een politieauto langskomen. En dan komt er weer een gast ook. Dag, even vrije dag. En mag ik jou omhelzen? Ja, bedankt. Voor het fijne gesprek. Ja, lekker en luchtje Dominic heb jij ook. Gerwaert, dankjewel, yes, Victor and Rolf. Nee, wat vond u ervan? Nou ja, wat vind ik van... Ja, dat wordt wel wat. Dat wordt wel wat met die Jan Versteeg, dat denk ik zeker. Wat mooi trouwens, dat zijn ouders zo ruimdenkend waren en zijn. Dat het ze niet uitmaakt of hun zoon nou homo of hetero is. Vind ik wel een voorbeeld voor menig streng christen of menig streng moslim. Dat is waar, hoor. Dat is waar.